Dit is de eerste aflevering van Show Me Zwolle. Het weekend begint met het beste gevoel. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe programma's op radio en tv verschenen. En hier zijn wij trots op. Zo dadelijk krijg je inzicht in hoe wij werken. Komen er een aantal medewerkers in beeld en aandacht voor een echte Zwollenaar. Er zijn open dagen bij RTV Zo. En op een ochtend, afgelopen week, heb ik afgesproken met onze voorzitter. In Landsteden. Bernhard Anninga. Een nieuwe locatie voor RTV Zo. Correct. Na 15 jaar, denk ik, op de Faradaystraat gezeten hebben, hebben wij gezegd het wordt tijd voor wat nieuws. Waarom? Ik denk dat televisiekijken in de komende jaren ontzettend gaat veranderen. En als je als organisatie niet mee verandert, niet mee gaat in de stroom van de media, dan ga je het verliezen. En radio, is dat bijna hetzelfde dan? Ik denk het wel. Als je kijkt hoe de jeugd nu televisie en radio kijkt en luistert, dan zie je dat ze het bijna allemaal via internet doen. Dus als je niet op een of andere manier iets met internet of met andere media doet, dan verlies je de strijd. Daar ben ik van overtuigd. En waarom is er dan gekozen voor Landsteden? Dat heeft te maken met het feit dat Landsteden studenten heeft. Landsteden ook mee wil ontwikkelen in het medialandschap. En wij hebben gezegd, door het samen te doen kan het net iets goedkoper, net iets makkelijker, maar ook veel beter. Wat zijn de plannen voor RTV Zo? Joh, wat zijn de plannen? Ik denk dat wij de komende 10 jaar mee moeten, meegaan. Dus dat betekent dat we met name inzetten op internet tv, social media, maar ook het combineren van allerlei andere producten en diensten, met name innovatie. Waarom zien we tegenwoordig ook Hanze TV staan? Omdat wij eigenlijk een toonaangevende rol willen spelen in de regio. De OLON heeft gezegd, we moeten veel meer doen naar streekomroepen. En als we om ons heen kijken, met alle respect voor de omroepen die er zijn, dan zijn wij denk ik een van de grotere. En denk ik ook dat we een hele belangrijke rol moeten spelen in de regio. En je ziet dat wij veel meer kennis en veel meer, ja, zeg maar even potentiële relaties in de regio hebben. Dat wij hebben gezegd van als wij niet vooraan staan, dan zijn we straks degene die achteraan meedoen. We zien je weinig op de werkvloer. Vind je dat zelf ook? Nee. Je hoeft niet op de werkvloer te zijn om toch te besturen. Wij hebben als bestuur heel bewust gezegd, wij willen zorgen dat we verbindingen leggen in de stad. Dus wat wij doen is met name verbindingen leggen naar de gemeenteraad, naar de wethouder, naar potentiële sponsoren. En ik denk dat de organisatie heel goed in staat is om zelf zijn eigen beroep op te houden en zelf te sturen. Er zitten hele capabele mensen en daar hebben we absoluut vertrouwen in. Ja, ik denk van wel. Landsteden heeft altijd heel veel belang gesteld in de lokale omgeving. En de aansluiting met onze opleidingen die is fantastisch voor een lokale omroep. Dus we kunnen hier met gemeenschappelijke inspanningen kunnen veel bereiken, denk ik. Jongens, dit wordt hem niet hoor. Gerard Vaanders presenteert De Achterkant van. De burgercentrale en de zaken die er te doen. Alleen de nachtrust, hoe gaan we dat regelen? Want je bent ook nogal bij met al die Chinezen. Ja, dat klopt. Tijdens de opname kom je nog wel eens nieuw speelgoed ik tegen. Ik heb het wel gezien. Binnenkort op RTV Zo. De volgende aflevering van de Tiptopper. Helemaal nieuw op onze zender is de Tiptopper met Roy Vrijling. Als leerlingkok maakt hij eenvoudige gerechten om thuis te bereiden en zien we hem kennismaken met mensen uit het vak. Zo werkt hij in restaurant De Handschoen en bij Van der Valk in Zwolle. Bijzondere Nederlanders zijn op de uitnodigingen ingegaan en zo maak je nog eens wat mee als leerling. Roy houdt zich het liefst bezig met koken, voetballen en tegenwoordig ook met tv maken. Ik vond jullie acteren heel mooi. Ja. Wij komen figureren. Ja, al mijn woorden in mijn mond. Nou, goed hè. Zijn jullie niet 2 uren te vroeg? Ja! Maar dat heeft ook een beetje andere oorzaken, zeg maar. Wij bieden je speciale documentaires en reportages op televisie. Met soms een onverwachte afloop. Beste mensen, vanaf dinsdag gaan wij in Zwolle en waarschijnlijk tot en met zondag. Dit zijn beelden uit de nieuwe aanwinst van RTV Zo. Alleen met een strak draaiboek en een professionele crew maak je een goed programma. Naast een goede presentator bestaat de crew van een producent uit 4 cameramannen. 1 regisseur, 1 geluidsman, 1 persoon voor de belichting, 1 editor, 2 van de decorbouw en een opnameleider. Jullie wel.
En had ik de voice-over al genoemd? We hebben hier de opleiding audiovisueel specialist. We hebben de opleiding fotograaf. We starten met de nieuwe opleiding media redactie. Dus echt voor de inhoud van nieuws en dergelijke. Maar ook überhaupt de inhoud van websites en dergelijke. En we hebben media vormgeving. En de media vormgevers werken weer samen met programmeurs. En daar komt ook de nieuwe opleiding media management bij. Dus dan gaat het over de organisatie van het werk rondom media. Bijvoorbeeld op een reclamebureau of iets dergelijks. 30 jaar bij de Zwolse Omroep. Roel van Olst. Wij gaan mensen vragen omtrent hun ervaringen. 30 jaar, een radiovader, is wel heel lang. Piet Bakker. En hoe lang kent u Roel al? 20 jaar. En ook van de Omroep? Van de Omroep ken ik hem, ja. En we werken nog steeds samen, ja. Paul Appels, jij bent medewerker bij RTV Zo. Wat doe je precies? Ik ben eindredacteur website Kabelkrant en ik doe het een en ander voor de tv. Dus en ik ben al vanaf het begin eigenlijk bij de LOZ, toen het nog LOZ heette, dus een 25 jaar geleden. Van die tijd ken ik Roel eigenlijk ook al. Ben er wel 11 jaar zo ongeveer tussenuit geweest, maar ik ken Roel dus al een hele tijd eigenlijk. Rob Dokter, hoe lang ken jij Roel al? Ik ken Roel van ergens, dat zal maart 2012 zijn dat ik bij de Omroep ben. Ja. En hoe kan je Roel omschrijven? Ja, ik heb in de loop der jaren is het mij steeds meer duidelijk geworden dat hij echt de Nestor, echt de vader van de Omroep is. En dan krijg je die verhalen langzaam mee van iemand die gewoon dermate veel ziel, passie, zaligheid legt in het hele Omroep gebeuren. En of dat nou radio is of ook met tv, dingen bewaren tot aan de meest kleine items, fotootjes. De man heeft, nou goed, Paul heeft het ook gezegd. Bijna alles thuis nog van de laatste 30 jaar. En het is een wonderlijke man. Echt een warme en wonderlijke man. Martin, korter dan een jaar doe jij het eigenlijk met Roel? Ja, februari. Ik weet het nog goed. Ik kwam binnen. Ik kwam voor Paul Appels. Dan moest ik toch om Roel heen. Want ja, dat is de eerste die je ziet als je de studio binnenliep. Toen nog aan de Faraday-straat en nu nog steeds. Want Roel die heeft heel bewust gekozen volgens mij voor een plekje aan het raam. Dus als je bij ons de redactie oploopt, dan zie je Roel. Ja. En u heeft wat opgeschreven, dat wilt u voorlezen? Ja, als dat kan. Ja. Graag. Ja, want ben ik bang dat ik een paar woorden vergeet en dat zou jammer zijn voor Roel. Ga uw gang, u heeft alle attentie. Oké. Okay. Hoi Roel. Jij en Radio Zwolle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je werkt nu al 30 jaar bij de lokale zender en dat is best een prestatie. Bij een vrijwilligersorganisatie is het een komen en gaan van mensen en je hebt ze allemaal overleefd. Bij de 20 jaar die ik actief was bij 105.1 was je mijn vaste technicus bij eerst het sportprogramma, later het veel geprezen Happy Hour en momenteel eindelijk weer weekend op de vrijdag. Je was en bent een fijne collega met wie het prettig werken is. We voelen elkaar goed aan, waarbij de humor nooit ontbrak. We hebben samen het nodige meegemaakt, maar daar weet ik maar niet verder over uit. Roel, van harte geluk gewenst en ik hoop dat je nog lang met je te mogen samenwerken in onze nieuwe glazen kast. Het gaat je goed. Tot vrijdag. Marijke, hoe lang ken jij Roel? Dat is in 1990 geweest, denk ik, dat ik Roel voor het eerst zag. En, bij de Omroep aan de Rietenweg, de LOZ heette het toen nog. En dat was denk ik tijdens een medewerkersvergadering of zoiets. Want die hadden we toen heel veel. Heel veel mensen, heel officieel allemaal. En daar heb ik Roel voor het eerst ontmoet. En je hebt een gedicht voor hem gemaakt. Ja, ik dacht, laat ik nou eens kijk, want dan is het wat gestructureerd. Dan vergeet ik niet de helft te zeggen, weet je wel. Dus ik heb inderdaad een ode aan de Omroep Nestor gemaakt. Eigenlijk vanaf het moment dat ik voor de eerste keer bij de lokale Omroep in Zwolle binnenkwam. En dat is eind jaren 80. Ik weet eigenlijk niet meer exact, maar... En wat deed je daar? Ik kwam als scholiertje van toen de MTS met een hoop plannen van ik wil radio en tv gaan doen. En denk ik, laat ik eens gaan kijken bij een lokale hoek die toen eigenlijk net gestart was. En toen kwam ik aan de Rietenweg, kwam ik inderdaad binnen en daar kwam ik iemand tegen. En dat was inderdaad Roel. Die ging mij uiteindelijk uitleggen hoe dat allemaal zat, dat techniek en hoe dat werkte en wat wel en wat niet.
Net zoals Roel, die heeft waarschijnlijk hetzelfde virus als ik. We komen er niet vanaf. Wat me door de jaren is opgevallen bij Roel, dat was dat hij uitermate goed luisterde. Als ik met hem aan de praat was over fotografie, dan waren zijn oren gespitst. En dat vond ik wel grappig. Die zit serieus in iemand te praten. En wat blijkt dan achteraf, na zoveel jaren, dat hij heel wat opgepikt heeft. En dat mooi heeft kunnen toepassen in zijn gelukkig, vind ik fantastisch trouwens. Dat hij dat zo mooi op die manier opgepikt heeft en zijn dingen ermee is gaan doen. Het is haast 30 jaar geleden. In een gebouw aan de Rietenweg, vol radioactieve bezigheden en menig medewerkersoverleg. Meer luisterend dan pratend was daar die man met woeste snor. Hield de boel goed in de gaten, deze toekomstige Nestor. Hij werkte toen met echte banden, zette langs veel platen scherp. Monteerde geluid met vaardige handen en archiveerde menig onderwerp. Zeer betrokken, zeer bestendig, Roel van Olst was zijn naam. Van binnen alert, de rust uitwendig, een radiotechnicus van faam. Een vraagbaak ook, hij ging ervaren van ziekenomroep naar LOZ, naar Omroep Zwolle en nu na jaren is RTV Zo het etiket. Keek verder dan het radio reuren, maakt nu ook vast en bewegend beeld. Ik denk dat het omroepgebeuren hem nooit of te nimmer ooit verveelt. Men kwam en ging, maar Roel zou blijven door turbulente jaren heen. En nu is hij geschiedenis aan het schrijven, zolang als hij werkte er geen één. Roel, toen en nu heb ik je steeds ervaren als een betrokken en bevlogen mens. Het is vanuit die samenwerking van jaren dat ik je nog een zeer omroeperige toekomst wens. Dikke kus. We hadden natuurlijk nog wel 500 andere mensen kunnen vragen over het functioneren en het bestaan van Roel. Maar ja, doen we niet. We vragen nu gewoon aan Roel zelf om naar voren te komen. Hoe dat afloopt zie je een volgende keer op RTV Zo. Nu eerst een rondje van Roel. Bedankt en proost Roel.